Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. We hadden afgesproken in de lawaaierige lounge van Theater de Beweging. Het was vlak voor Naties de Derde. Hoe die eruit zag? Tegenover mij een lange gespierde man met een klein buikje. Gestoken in een nauwsluitend donker pak en met reusachtige stevige schoenen aan zijn voeten. Hij was levenskrachtig, goed gemutst en bestelde een biefstuk. Rare gebakken, met suiker, want hij had honger. Ik zou hem spreken over het toneelstuk Naties de Derde, maar in mijn notitieboekje stonden vooral ook enkele vragen waar ik zelf dringend antwoord op wou. Het werd een kort gesprek. En dat beviel niet. Ik moest urenlang in een kamertje wachten totdat het rode lampje het sein gaf dat ik even op mocht. Vanuit de zijcoulissen kon ik als bode een brief bezorgen voor majoor of rechter, mijn zus en mijn zo. Wat een dodelijke, lamlendige verveling. Ondertussen zat de regisseur zwijgend in de zaal. Moest ik mijn vrouwelijke kant ontdekken. Een cyborg of erger nog, een XY-chromosoom uitbeelden. De stille rollen eisten ook meer spreektijd. Maar het publiek haakte eveneens af. Er was helemaal geen plot meer. Geen groot verhaal. We speelden in een decor van scherven. Daar zijn we dus mee gestopt. We zijn nog met z'n allen de straat op gegaan. Participatietheater. Democratisch toneel. Je weet wel. Als mensen mogen stemmen hoe het verhaal verder gaat. Ah, theater als reality show, zoiets. Ja, een soort kruising tussen Utopia en De Vloer Op. Het was allemaal best populair, maar uit de peilingen bleek dat de mensen op een gegeven ogenblik aan iets nieuws toe waren. De consumenten pikten het niet langer. Nu spelen we knus, gezellig regressietheater. Dat gaat veel beter. De mensen mogen zelf een boterhamtrommeltje meenemen. De gouden jaren herleven. Het gesprek leek voorspoedig te verlopen, dus ik besloot het er maar op te wagen. Ik was hier immers ook om informatie in te winnen over zijn achtergrond, waar hij graag over pocht, maar waar zo weinig over bekend was. Met één snelle beweging haalde ik de telefoon uit mijn zak en ik toonde hem de afbeelding waarop hij in pofbroek poseerde. Tot mijn verrassing begon hij te giechelen. Geweldig. Hoe kom je daaraan? Ik bewaar zulke goede herinneringen aan die tijd. Hoe vind je mijn pofbroek? Ik moest bij de les blijven. Ik moest me niet laten afleiden. Was dit je eerste rol? Nee. Het waren onze glorietijden. Af en toe vloog er een van ons in de hens of er tuimelde een toeschouwer van het tweede balkon. Niks geen MeToo of inclusiviteitsmissieven. We konden zeggen en doen en laten wat we wilden. Zal ik je een geheimpje verklappen? Achter het toneel heb ik nu een kist staan met spullen en kostuums van toen. Made in Taiwan staat erop. Soms trek ik een rok of een paar kousen aan. Of ik draag stiekem zo'n oude onderbroek onder mijn nieuwe kostuum. Zijn bord was bijna leeggegeten. De laatste hap biefstuk gleed geruisloos naar binnen. Zoals toen je voor het eerst op het toneel stond. Nee, dat was juist de verschrikking. Ik had een honger, had jarenlang rondgezworven. Ze zeggen dat de eerste keer altijd een beetje pijn doet. Zonder pijn is het de moeite niet waard. Ah, de pijn. Ja, ik hoopte al dat je dat ter sprake zou brengen. Is dat de grondervaring waarop jouw succesrollen gebaseerd zijn? Nou zweeg hij.
En met zijn felblauwe ogen keek hij mij indringend aan. Dwars door me heen. De tijd leek even stil te staan. Hippocrates zei dat de beste rollen waren weggelegd voor de meest uitgebalanceerde acteurs. Ja, we doen een vorm van method acting. Hoe te werken in het theater? Wie maakt de dienst uit? Leeftijd, stem, pose, plek. Die bepalen de pikorde op het toneel. En in onze knusse toneelfamilie. Hij kruiste zijn armen. Later maakten de toneelmeesters er iets zweverigs van. Noemden ze het een geest die als een nevel van eigenschappen in mijn hoofd rondspookte. Tegenwoordig noemen ze het lekker ingewikkeld identiteit, maar het is allemaal één pot nat. Identiteit is het kostuum dat de ander je dwingt aan te trekken, hoorde ik laatst iemand zeggen. Maar we zijn geen poppenkast. Mijn zijn, mijn rol is diep doorleefd. Ik gebruik requisieten uit een lange traditie van toneelvaders en toneelmoeders. Daar kun je niet zomaar bij. Wat denken jullie niet? Alsof we van het ene op het andere moment van kleren kunnen wisselen en hup, alles is anders. Kom binnen, zoek nog een plekje waar het past. Dat waren Emma Remmels en Justin van der Veen. Zij droegen een stuk voor geschreven door Claire Weda. Mijn naam is Sophie Rutefrans. Ik ben programmamaker bij de Bali en ik leid vanavond deze avond. Die hebben wij gemaakt in samenwerking met literair tijdschrift De Gids, zoals jullie misschien al is opgevallen. Ze hebben een speciaal nummer uitgebracht gisteren onder de titel Het volk, dat zijn wij zelf. En daar gaan we het vanavond over hebben. En met wie kunnen we dat beter doen dan met schrijvers van deze tijd? Er zijn hier een aantal schrijvers die ook in het speciale nummer van De Gids hebben gepubliceerd. En zij zullen vanavond ook voordragen. Hoogleraar Frans Willem Korsten zou hier vanavond zijn, maar helaas is hij verhinderd door persoonlijke omstandigheden. Maar hoogleraar Nederlandse moderne letterkunde Geert Bulens, die vervangt zijn rol, ik hoop en denk, met verve. Heel fijn dat hij er is. Welkom natuurlijk ook aan onze kijkers via de livestream thuis. Ik hoop dat jullie ook een fijne avond hebben. En we gaan vanavond beginnen met een inleiding van Geert Bulens. Hij zegt dat hij als Vlaamse Neerlandicus zijn ervaringen met het nationalisme in de Lage Landen zal delen met ons. En zal vertellen welke rol de literatuur al sinds de 19e eeuw speelt bij het vormen van een natie. Graag een warm applaus. Goedenavond. Over de identitaire massapsychose die dit land nu al bijna twee decennia in de ban heeft, ga ik het vanavond niet hebben. Wie die wil begrijpen, moet psychologen, sociologen en antropologen uitnodigen, denk ik. Of zoals de Bali deed, een evolutiebioloog. Dat ben ik dus allemaal niet. Ik ben een cultuurwetenschapper en een Belg bovendien. Nu ja, misschien kwalificeert dat laatste mij wel enigszins om hier iets over te vertellen, want de Belg wordt, zoals u allicht weet, geboren met een identiteitscrisis. Op het voetbalteam en liefde voor frieten na is dit zo ongeveer het enige dat alle Belgen delen. Het gevoel niet te weten wat die nationale identiteit precies is. In de zorgeloos postmoderne jaren 90 leidde dat ook in de literatuur tot montere nationalistische deconstructies. Maar van die ironische vrolijkheid schiet nu al lang niks meer over. Het spook van de voor racisme veroordeelde partij Vlaams Blok hield ons eerlijk gezegd ook in de jaren 90 al uit onze slaap. En dat doet het vandaag nog altijd. Ook al omdat die partij, vandaag Vlaams Belang genoemd, zich intussen vergezeld weet van de NVA, Nieuw Vlaamse Alliantie, de grootste Vlaams-nationalistische partij uit de Belgische geschiedenis en de belangrijkste machtsfactor in het land. Samen vertegenwoordigen ze ruim 40% van de Vlamingen. Partijen dus die behalve racisme en hardvochtig neoliberalisme als allereerste programmapunt delen, een onafhankelijk Vlaanderen. Ik wil u niet lastigvallen met de onnoemelijk en ondoorgrondelijkheden van de politiek bij uw zuiderburen, maar wijs er met dit voorbeeld wel graag op hoe relatief die Nederlandse identitaire crisis, ondanks alle hysterie op Twitter en in de Tweede Kamer, eigenlijk is.
Mijn geboorteland houdt misschien op te bestaan. Dat is toch nog van een andere orde dan wat schermutselingen bij Pauw of Jinek. De gemiddelde Nederlander, en al helemaal het hoogopgeleide kwaliteitskrant en groene Amsterdammer lezende VPRO-lid, kan en wil zich bij die Vlaamse variant niks voorstellen. Die vorm van nationalisme wordt hier vulgair gevonden. En vulgaire kanten heeft hij zeer zeker. Maar hij is veel minder uitzonderlijk dan hier veelal wordt gedacht. Het gros van de Afrikaanse landen is het product van nationalistische bevrijdingsbewegingen. Ook Nelson Mandela's ANC, African National Congress, was overigens zo'n beweging. En van de landen die nu deel uitmaken van de Europese Unie, kent een grote meerderheid deze politieke en culturele variant. Meer nog, het gros van die landen zou zonder die vorm van nationalisme niet eens bestaan. Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Ierland, Slovenië en Kroatië zijn allemaal het resultaat van een typisch 19e-eeuws romantisch nationalisme dat werd ontwikkeld en uitgedragen door vooraanstaande schrijvers en componisten. De meeste van deze landen zijn nu precies 100 jaar oud. Producten van de Eerste Wereldoorlog en het Verdrag van Versailles. En dan zijn er natuurlijk nog de Schotten die weg willen uit het Verenigd Koninkrijk. Om nog maar te zwijgen van de Catalanen die nu terecht staan in Madrid omdat ze hun onafhankelijkheid van Spanje uitriepen. Daarnaast bestaan er nationalistische bewegingen die zich verhoudingsgewijs in stilte manifesteren. Wat ze voor veel Nederlanders misschien respectabeler maakt. Wat echter niet betekent dat ze hier dan wel ernstig worden genomen. Ja, ik heb het over de Friezen. Ik wil maar zeggen, het Europa van vandaag is het product van nationalisme. En dat nationalisme bracht in de 19e eeuw de moderne natiestaat voort, Nederland inbegrepen, maar ook twee catastrofale wereldoorlogen en de even catastrofale kolonisatie. Er zijn dus hele goede redenen om sceptisch tegenover het nationalisme te staan. Het is een politiek idee, maar in de praktijk waarin dat idee grote mensenmassa's verovert, lijkt het vooral op een hartstocht die, zoals hartstochten soms neigen te doen, vervaarlijk kan aanschurken bij de dood. Wanhopige liefde kan tot een passionele moord of zelfdoding leiden, gefrustreerd nationalisme tot oorlog en massamoord. In de lente van 2005 werd ik aangesteld in Utrecht en verhuisde ik naar Nederland. Ik arriveerde in een land in volle campagne tegen de Europese grondwet. Nu is er veel kritiek mogelijk en wellicht zelfs wenselijk op het functioneren van de Europese Unie. Maar wat ik nooit zal vergeten, is de schamperheid waarmee veel Nederlandse intellectuelen reageerden toen minister Donner erop wees dat de Unie onze garantie op vrede was en dat tegenstemmers met vuur speelden. Wie vandaag terugkijkt naar dat debat, kan uiteraard moeilijk anders dan vaststellen dat de financiële crisis van 2008 en de discussies over migratie dit decennium de Unie veel meer onder druk hebben gezet dan die al bij al tamelijk impactloze grondwet. Maar nu extremisten, nativisten en andere rechtsradicalen Europa overspoelen, begint zelfs een principiële opportunist als premier Rutte het belang van de Unie in te zien. En ook intellectuelen met ruggengraat durven vandaag wel eens formuleringen bezigen die Donner 14 jaar geleden gebruikte. Het nationalisme heeft iets van een wild beest en lang niet altijd kunnen we erop rekenen dat de domesticering is geslaagd. En dus moeten we het heel ernstig nemen. Intellectuele ironisering of deconstructie helpt ons daarbij niet echt vooruit, denk ik. Meer nog, in het huidige klimaat is dit alleen maar olie op het vuur. Al te eenvoudig samengevat, roofkapitalisme, bureaucratisering, digitalisering en globalisering rukken gemeenschappen uit elkaar en mensen houden zich vast aan wat hun nog rest. Soms is dat hun taal, soms een polyester vlaggenmast. Dat kun je belachelijk vinden, maar wat schieten we daarmee op? Ook de weldenkende Nederlanders die het vermeend apolitieke poldermodel bezingen,
die warme gevoelens krijgen bij Rembrandt, de Gouden Eeuw en de Elfstedentocht en die met heimwee terugdenken aan de onbekommerde periode van Nederland-Gidsland, zijn niet geheel vrij van nationalisme. Ze zullen het zelden of nooit zo noemen. Nee, wij zijn geen nationalistisch volk. Moet je maar eens naar die malle Fransen kijken. Maar misschien doen ze er gezond aan dat toch te doen. Ondanks de Verenigde Naties, ondanks de Europese Unie, ondanks Netflix, ondanks Jet Air, ondanks hun skivakanties en hun wereldreizen, denken, handelen en voelen de meeste mensen vandaag nog altijd binnen een nationaal kader. Zo worden ze gesocialiseerd in het onderwijs, zo worden ze door landelijke media en instituties dag na dag gekneed. Niet iedereen kan zich, zoals Arno Grunberg, thuis voelen in een hotel. De meeste migranten die ik ken, expats dus, luxe migranten, gaan door een niet eens altijd milde vorm van een identiteitscrisis. Ook wie gepromoveerd is op alteriteit blijkt enorm te moeten wennen aan het andere land met zijn andere gewoonten, codes en culturele gebruiken. Uiteraard kun je dat relativeren en er bijvoorbeeld op wijzen dat een Limburger ook aanpassingsproblemen heeft wanneer die in de Randstad wordt gedropt. Maar dat onderstreept alleen maar mijn punt over de niet te negeren impact van socialisering, denk ik. Het komt er dus op aan die zo te organiseren dat van de straat tot de planeet ruimte, sferen, bubbels worden gecreëerd waarin mensen zich tegelijk vrij kunnen voelen en verbonden. Natuurlijk is de natie een fictie. Maar als wij, mensen van de literatuur, al niet meer in de kracht van fictie geloven, wie dan wel? Net zoals in fictie, in verhalen dus, komt het er in essentie op aan wie er in het verhaal mag meespelen. Wie er een stem krijgt, wie gehoord wordt, wie er in alle politieke, sociale en culturele opzichten mag meedoen. Op dat vlak maken we vandaag donkere tijden door. Het gesprek over Nederland wordt overheerst door lieden die het land bij voorkeur zien als de mannelijke hoofdpersonages in een roman van W.F. Hermans. Zij voeren het hoogste woord en wie het niet met hun eens is, verdient hoon of zwavelzuur. Maar er moet toch ook een roman, een land, denkbaar zijn waarin meerstemmigheid als een kracht in plaats van een zwakte wordt gezien en waarin er zoveel personages als soorten inwoners zijn. Een roman waarin die politieke verschillen niet pseudo-polderend worden opgelost of geharmoniseerd, maar naast elkaar kunnen bestaan in altijd andere coalities en verbanden. Het is een gevaarlijk verlangen van een volk te verwachten dat het één en ondeelbaar is. Maar dat volk, veranderlijk en verbrokkeld, deelt wel dat ene land. Hoe verbeelden we die gemeenschap? Ik denk dat we beter daar onze tijd in kunnen steken dan in het kapot relativeren van een natiegevoel dat vooralsnog toch altijd sterker blijkt. Je mag alvast plaatsnemen. Dankjewel. We gaan zo verder praten. Eerst wil ik graag vragen of Fiep van Bodegom naar voren komt. Zij gaat het verhaal Het Kasteeltje voorlezen. Dat heeft ze ook geschreven speciaal voor de gids. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Ik denk het wel. Het is een heel dik nummer. Ja. Het kasteeltje. Het toegangshek werd op afstand bediend en ging geluidloos open. Nog voordat ik naar een Het toegangshek werd op afstand bediend en ging geluidloos open. Nog voordat ik op zoek kon gaan naar een intercom of bel. Ik had al een flink eind gelopen vanaf het dorpsstation en de enige reden dat ik het kasteeltje had gevonden was vanwege een gebrek aan afslagen. Een paar honderd meter vanaf het station was er geen bereik meer en moest ik de weg vinden zonder telefoon. Ik was op zoek. Waarnaar?
Een identiteit, een natie, recht van bestaan zonder schuld, misschien trots. Maar ook andere onnoembare dingen. Iets om hartstochtelijk voor in te zetten, iets om voor te vechten. Ik wilde graag vechten, maar was er ook doodsbang voor. Ik las Nietzsche met mijn buurmeisje. Ze moest altijd lachen om hem. Niet grinniken of glimlachen, maar hardop lachen met het hoofd naar achteren en de mond open. Schaamteloos. Eigenlijk vond ik het vervelend dat ze hem niet serieus nam. En ze keek me aan en zei, hoe kun je niet lachen om iemand die schrijft, men is het minst verwant met zijn ouders. Het zou het uiterste teken van banaliteit zijn verwant te zijn met zijn ouders. Of een hoofdstuk met de titel, waarom ik zulke goede boeken schrijf. Ze zei, dat is toch gewoon heel grappig. Maar dat was niet wat ik las in Nietzsche. Ik las, geef je eigen leven vorm. Laat je niet leiden door de geschiedenis. Leef gevaarlijk. Denk voor jezelf. Wees sterk. Neem het recht te beslissen van wat waar is. En vooral, maak je niet druk om wat goed zou zijn. Dat is wat ik las. Dat is wat ik wilde kunnen. Dus kort na het eindexamen gebruikte ik het spaargeld dat vrij was gekomen op mijn 18e verjaardag. En vooral bedoeld was voor het collegegeld van de komende jaren. De verwachting was dat ik verstandig zou zijn om een cursus te boeken bij een zomerschool in een echt kasteel. De doelstelling van de cursus volgens de website was Bildung en moed voor de moderne mens. Langs de opengaande hekken liep ik over het grindpad naar het hoofdgebouw. Voor het bordes nog meer grind en in het midden een perkje met daar weer in het midden een bassin met schelpmotief aan de buitenkant en bovenop een cherubijn die vanuit het vaatje op zijn schouder eeuwig water uitgoot. Ik was nu al een beetje teleurgesteld, want ik had toch gehoopt op een wat verhevenere smaak. Zo'n fonteintje hadden de buren van mijn ouders in onze 2-onder-1-kapwoning ook, maar dan zonder die mosaanslag. Als ik aan het lezen was op mijn zolderkamer aan de achterkant van het huis met het raam open, kon ik het ritmische geluid horen van de buurman die elke dag het grove grind in de tuin uitharkte uit angst voor dat mos. Panische angst moet het zijn geweest, want die harksessies besloegen uren. Mijn vader maakte altijd een praatje met de man en vertelde mij dan uit den treuren dat de buurman 45 jaar voor het ministerie had gewerkt. 45 jaar. Zo'n carrière zat er voor mij niet meer in. Zo werkte dat helaas niet meer. Maar als ik mijn best zou doen en verstandig studeren, zou het wel goed komen. Ik werd fysiek onpasselijk van het idee te eindigen zoals de buurman of mijn vader. En soms vervulden de berichten van klimaatvervuiling me met diepe voldoening. Nog liever het einde van de planeet en de mensheid erbij, dacht ik, dan dat. Vervolgens gaat onze held door het kasteeltje, dat kun je zelf lezen. En komt niemand tegen en besluit toch weer naar beneden te gaan. Toen ik de begane grond weer had bereikt, stapte er net een jongen door de voordeur naar binnen. De jongen was lang en breed, met glanzend kastanjebruin achterovergekamd haar. En ik verachtte hem meteen als een waarschijnlijk ongecultiveerde, maar daardoor niet minder geaffecteerde korbal. En verlangde tegelijkertijd intens naar zijn goedkeuring. Ik vroeg hem een beetje nerveus. Sorry. De held vraagt iets. Hij fronste even en zei toen gehaast, kom je mee, we gaan rugby spelen in de tuin. Ik keek uit het raam in het trappenhuis en zag een groep jongens duwend het veld aan de achterkant oplopen. Ze droegen geen sportkleren, maar lichte overhemden in spijkerbroeken en nauwsluitende colbertjasjes. Ik vroeg me af hoe ze gingen rugbyën zonder modder op hun kleren te krijgen en scheuren in de oksels van hun voering. Misschien was de eerste stap in mijn beelding dat ik me over dat soort kleinigheden geen zorgen meer zou maken. Dank je. Dankjewel, allebei. Ik wou even beginnen met een vraag voor Geert. Het was niet een heel vrolijk verhaal, vond ik. Vond je het meevallen? Ja. Ik vroeg me af, die mythe van de nazistaat, die leeft dus nu blijkbaar helemaal op. Er is een heel groot deel van de bevolking, zowel in Nederland als in België, Vlaanderen, wat stemt op partijen die dat propageren. En aan de andere kant heb je dus de hoogopgeleide, eigenlijk, ik denk, ik vrees deze Kamer, die dat afdoen met ironie. Is dat, waar leidt die tweedeling toe? Ik denk eigenlijk tot het vergroten van het nationalisme.
Als je kijkt naar de manier waarop dat in Vlaanderen is aangepakt sinds de opgang van het Vlaams Blok, en dat begon in de late jaren 80, dan zag je inderdaad ironisering, culpabilisering, die mensen uitlachen. Ja, wat is het effect dat wanneer je mensen uitlacht? Meestal niet dat ze van gedachten veranderen. Nee. Dus zouden we dat dan heel serieus moeten nemen? Ja, je moet het sowieso serieus nemen. Je moet die mensen ook serieus nemen. Maar je moet ook het fenomeen serieus nemen. Het is niet iets wat zich laat wegrelativeren. Dus je kan wel met hele goede historische argumenten aangeven waarom het verhaal niet klopt en waarom het niet kan kloppen en nooit zal kloppen. Maar dat blijkt eigenlijk dat verhaal niet kapot te krijgen. Het is niet rationeel eigenlijk. Nee. Nee. En het is natuurlijk wel zo dat dat verhaal in de afgelopen jaren steeds groter is geworden misschien. Ja. Ook door literatuur onder andere en liederen. En daar moeten we eigenlijk nu iets tegenover stellen dan. Nou ja, dus ik zei dat Vlaams Blok dat kwam op vanaf de late jaren 80. Dat was dus eigenlijk nog voor de val van de muur. Maar als je gewoon ziet wat er economisch en geopolitiek sinds 1989 is gebeurd. Ja, het zijn eigenlijk bijna allemaal dingen die gemeenschappen extra op de proef stellen en extra kapot maken. En dat mensen in zo'n constellatie op zoek zijn naar een soort van groter verhaal dat hun een soort van ruggensteun kan geven. Dus het is eigenlijk ook in dat opzicht logisch dat het sinds 1989 is toegenomen. En het is ook heel logisch dat het sinds 2008 nog extra is toegenomen. En natuurlijk, dat gaan we niet met de literatuur redden, vrees ik vanavond. Toch een beetje somber. Maar ik denk dat het... ik denk dat in die zin... intellectuele schrijvers, journalisten blijven natuurlijk wel in hoge mate een soort van maatschappelijke mediator. Ik denk dat je er echt bij wint door zowel het fenomeen als de mensen die erdoor bevangen zijn volstrekt ernstig te nemen. Ja, en jouw verhaal, daar was één zin die mij heel erg opviel. Jouw personage zegt, ik was op zoek naar een identiteit, een natie, een recht van bestaan zonder schuld, misschien trots. En ik vroeg me af, is dat ook waar zit die schaamte en die schuld? Misschien in dat inderdaad dat idee van nationaliteit ook vaak belachelijk wordt gemaakt, wat je al aangaf dat het ordinair gevonden wordt. Maar dat er niet een heel duidelijk alternatief is waar je dan wel oprecht in kan of mag geloven. En dat die zoektocht ruimte geeft voor andere onfrisse ideeën misschien? Ja, want jij zei ook mensen die Rembrandt mooi vinden of die genieten van Koningsdag, dat is eigenlijk ook nationalisme, maar die willen dat niet zo noemen. Nou, ik hou ook van Rembrandt en dat maakt mij nog niet tot een Hollander. Nee. Dus zo eenduidig is het niet, maar ik denk dat heel veel mensen vormen van gedrag vertonen die totaal verknoopt zijn met hun nationale afkomst en de manier waarop ze via onderwijs en media tot een groep worden gemaakt. En daar is ook niks mis mee, maar het begint er al mee dat je dat bij jezelf kan erkennen, natuurlijk. Ja. En dat ook die erkenning niet gepaard gaat, of niet alleen maar gepaard gaat met ironiserend schouderophalen. Maar het is dus wel heel moeilijk om een identiteit te hebben zonder dat te koppelen aan het land waar je woont. Of het. Ja, maar dat betekent niet dat, dat maar één identiteit kan zijn. Nee. Dus ik denk, wie ben ik? Ja, ik ben een Belg en ik ben een Vlaming en ik ben een Utrechter of Utrechtenaar. Dat is nooit helemaal duidelijk voor mij. Ik begrijp dat dat heel bijzondere connotaties heeft in dit land. Maar ja, als je hier niet geboren bent, dan kan je dat nooit precies navoeren. En al die identiteiten, die zijn allemaal van belang. Die kunnen naast elkaar bestaan. Ja, die kunnen naast elkaar bestaan. Dat is een van de grote leugens van dit soort identitaire debatten, is dat je daarin moet kiezen. Een kleine 10 jaar geleden stond België echt op barsten en toen leek het echt alsof je niet tegelijkertijd Vlaming en Belg kon zijn. Dat is natuurlijk onzin, dat kan je wel zijn. Ja, over scholing ook gesproken. Jouw personage gaat echt gericht op zoek naar een cursus beelddoen. Ja. En ja. Nou, eigenlijk het idee van het verhaal begon een poosje geleden. Was er een filmpje van een zomerschool van Forum voor Democratie.
Maar er was één beeld dat me heel erg opviel van jonge mensen die blij in een kasteeltuin aan het ravotten waren. En dat beeld heb ik gebruikt voor dit verhaal, dat is dit kasteel. Maar tegelijkertijd wilde ik ook een personage maken wat sympathiek is, waarin je meevoelt waarom die deze keuze maakt. Het is een sympathieke, belezen jonge man die niet wil wat zijn ouders hem voorspiegelen als een optie. En ook dat is een optie die er ook helemaal niet meer is. Economische zekerheid ook in misschien zekerheid ook qua het voortbestaan van de planeet. Dus al deze dingen zijn aan de hand en tegelijkertijd moet hij zichzelf daartoe verhouden en identiteit zoeken. En dan zijn er meerdere opties waar je kan eindigen. En dit is één van, dit is de keuze die hij neemt. Ja, dat is heel interessant. Want er is natuurlijk heel veel debat ook over beelddoening en over of we dan het Wilhelmus weer moeten invoeren op scholen. Dat is wel een soort houvast voor veel mensen. Het Wilhelmus? Ja, dat wil Sybrand Buma graag. Ja, dat is toch een soort nationaal verhaal wat we hebben. En dan is het misschien nuttig om over dat nationale verhaal te vertellen waar het vandaan komt. Hè? Dat het in Noord-Frankrijk op een Duitse melodie is geschreven door iemand die je vandaag een Belg zou noemen. Het lijkt mij een mooi nationaal verhaal voor Nederland. Ja, zeker. Zeker. Zijn dan is dus eigenlijk die nationale verhalen die we hebben, die zijn ook niet heel houdbaar, als ik dat zo hoor. Nee, jawel, ze zijn houdbaar in de zin van zoals het Wilhelmus. Dat heeft zijn functie. Maar ik denk als je dat verhaal omheen vertelt, dan moeten mensen een beetje lachen. En dat is denk ik, dat is wel gezond. Ja. Ja, dat je het niet al te serieus neemt. Nee, je moet je natuurlijk zo'n volkslied niet heel serieus nemen. Nee. Maar wel zien dat het voor mensen een emotioneel belang kan hebben. En tegelijkertijd, als mensen openstaan voor die geschiedenis, en dat doen ze denk ik wel, want mensen gingen in grote drommen naar het Rijksmuseum om naar de tentoonstelling over de 80-jarige oorlog te gaan. Nou ja, dat zijn plekken en momenten die je kan aangrijpen om dan aan te geven dat die geschiedenis net iets complexer in elkaar zat. En dat in die complexiteit misschien ook een les voor vandaag zit, omdat je alleen al in de ontstaansgeschiedenis van het Wilhelmus kan zien dat dit land niet pas diversiteit heeft ontdekt in mei 2002. Er werd net in het voorgedragen stuk werd de zin gezegd: identiteit is een kostuum dat de ander je dwingt aan te trekken. Wat vinden jullie daarvan? Nou, ik denk dat je dat ook wel een beetje jezelf oplegt. Het is wel heel naakt zonder. Ja, dus je hebt het wel nodig, maar ik kan me voorstellen dat een ander ook iets van je maakt. Tuurlijk wel, ja, tuurlijk. De andere maakt ook altijd jezelf, maar je wil misschien toch zelf ook iets zijn. Ja, dus het is eigenlijk dubbel. Ja, maar ook dat is niet verkeerd natuurlijk. En het prettige van die kostuummetafoor is dat het betekent dat het morgen ook iets anders kan zijn. Maar de metafoor houdt denk ik niet 100% stand, omdat ik heb het nu bijna 15 jaar geprobeerd en ik ben nog altijd geen Nederlander. Nee, je zei ook dat expats het best lastig hebben als ze verhuizen. Ja. Jij bent er ook één. Ja. Waar heb jij het? Niet om medelijden mee te hebben. Hè? Nee. Het is niet zielig of zo, maar het is wel een realiteit. Nou, het gaat over heel veel kleine dagelijkse dingen. Sociale codes, ideeën over omgangsvormen. Ja, ideeën rond beleefdheid, voedsel, allerlei dingen die waar je van jongs af aan een bepaald ding normaal vindt. En dan kom je op een andere plek en dan vinden ze hele andere dingen normaal. Dus dan wordt je hele idee van normaliteit door elkaar geschud, wat heel goed is. Dus ik wens iedereen toe om eens jaren in het buitenland te wonen. Dat is heel gezond, maar ook wel confronterend. En pas je dan aan of ga je dan juist meer Vlaming voelen? Daar shop ik een beetje in. Ik denk dat ik mij in heel veel opzichten heb aangepast.
Maar een aantal andere dingen dan bijna een soort van fetishwaarde toeken om daarop dan niet toe te geven. Dus dat is ook wel iets, denk ik, als het gaat over inburgering en zo, dat ik heel goed begrijp dat mensen met een nog extreem andere culturele achtergrond dan de Nederlander, dat die vasthouden aan bepaalde dingen, dat je niet naadloos kan opgaan in dat andere, omdat je dat niet helemaal bent. Dat is ook helemaal geen probleem, denk ik, hoop ik. Sluit jij je aan bij het kostuumrelaas? Ja, zeker. Er zijn meerdere inderdaad kostuums mogelijk. En je kunt tot op zekere hoogte kiezen. En dat is soms prettig en soms niet. Maar ik volg me eigenlijk nog af naar aanleiding van jouw lezing net. Je had het over die meerstemmige romans die dan misschien meerdere verhalen naast elkaar zouden kunnen beschrijven in plaats van te fixeren op wat de natie dan zou zijn en wat daar goed of slecht aan zou zijn. En zie jij in Nederland, zie jij dat gebeuren of zie je daar een trend in? Of? Nou, trend is een groot woord, maar het is natuurlijk wel het is wel meer en meer een onderwerp, omdat de literatuur natuurlijk ook de maatschappij om zich heen reflecteert. En dat lijkt me heel goed. Niet dat het nu al meteen een great Dutch novel is verschenen, maar het lijkt me wel een mooi moment om dat nog eens te proberen. Dus er zijn nog geen concrete romans die jij zou aanbevelen om die meerstemmigheid te... Nou, ik denk dat in mijn eigen beleving en ook geschiedenis, omdat ik dat dus ook als Vlaming of als Vlaamse Belg bekijk. Voor mij is een roman als Het Riet van België daar echt een heel mooi voorbeeld van. Omdat je daar dus de geschiedenis en de affectieve lading van woorden en gedragingen op zelfs microscopisch niveau eigenlijk met de grote geschiedenis verknoopt ziet raken. En ik vond dat al een geweldig boek voor ik naar hier verhuisde, maar ik ben dat nog belangrijker en beter gaan vinden ook door het hier met Nederlandse studenten te lezen. Dat je het eigenlijk ziet van ja, je kan natuurlijk niet een volledig land in een boek stoppen, maar je kan wel inderdaad een hele complexe en meerstemmige constructie maken, waardoor je vormen van empathie kan opbrengen voor heel verschillende posities, zonder ze relativistisch gelijk te schakelen. En dat is wel iets heel bijzonders en wel, denk ik, iets bijzonders wat literatuur kan. Heb jij ideeën van boeken die... Ik zit ondertussen na te denken of ik een titel zou kunnen verzinnen die iets soortgelijks doet. Maar om heel eerlijk te zijn, ik kan er niet op komen. Wat niet wil zeggen dat het niet is, natuurlijk. Nee. Ik wil nog even naar de zaal gaan om te kijken of er nog vragen zijn voor deze twee sprekers. Of valt ze misschien hiermee? Oh, daar is... Ja, ik was vooral geïnteresseerd in de intellectuele als mediator, wat ik hoorde zeggen, terwijl ik zie eigenlijk op dit moment de intellectuele, de journalisten meer als een soort aanjager van de verdeeldheid. Dus dat vroeg ik me af. Nou ja, ik denk dat je mensen kan aanwijzen die daar een voltijdse baan mee hebben op dit moment. Dat is zeker zo. Ik hoop dat zij zich de vraag stellen wat ze daarmee aan het bereiken zijn. Het is denk ik niet hun functie. Maar u hebt gelijk dat het op dit moment dat het zeker gebeurt. Maar er zijn toch ook echt nog wel tegenvoorbeelden. Maar het is in het klimaat vandaag natuurlijk, we hebben te maken met heel veel crisissen en transformaties die op elkaar inwerken. En de mediacrisis is natuurlijk een hele grote daarvan, in de zin van dat een,
Een economisch model dat de media 200 jaar heeft gestuurd, dat uit elkaar is gevallen en dat daar nieuwe modellen tegenovergesteld worden. En je ziet dat sommige van die modellen precies eigenlijk ook op dat mediaten inzetten en dat zelfs een deel van het nieuwe economische verdienmodel laten zijn. Maar je ziet ook nog wel bijna 19e-eeuwse media die denken dat ze met stoken... En dingetjes in de fik steken, de samenleving vooruit helpen. En meer kliks krijgen en meer ja, geld. Precies, omdat die kliklogica ook een economische logica is die gewoon realiteit is natuurlijk. Ja. Zie jij dat ook? Dat de intellectuelen meer verdelen dan samenbrengen? Dit ging over wat de media doet, toch? De vraag. Meer dan een hele grote... groep intellectuelen waarvan ik nooit zo goed weet wie dat zijn. Ja, nee, ik sluit... Nee. Ja, de Volkskrant, ja, noem tuurlijk. Ze maar. Ja, ja. Nee, ik sluit me hierbij aan dat... Natuurlijk door het verdienmodel er misschien minder geld is voor... diepgravende stukken en tegelijkertijd het simpelweg verlekkerd gebruikt wordt voor de kliks, maar ook... Een rellerige toon misschien. Er lijkt soms ook een soort plezier in te zijn om dingen in de fik te steken. Een destructief genoegen ook in sommige zogenaamde analyses of rechtvaardigingen voor politieke gebeurtenissen. Dus, maar de vraag is dan, wie zou dat dan toch moeten mediëren tot iets anders? Of wat... Wat hoorde ik in jouw vraag daarover? Ja, dus in hoeverre zijn eigenlijk journalisten en intellectuelen op dit moment de mediators? Of moet dat toch ergens anders vandaan komen? Ja, als het er niet is, dan moet het ergens anders vandaan komen. Maar de vraag is natuurlijk van wie of wat. Ja. Nou, het mag zeker ook altijd ergens anders vandaan komen. Het is denk ik niet gezond voor een samenleving om je lot volledig in de handen van intellectuelen te leggen. Maar ik denk wel dat intellectuelen, als ze dat echt zijn en dat ambiëren te zijn, dat ze hun verantwoordelijkheid daarin kunnen nemen. En dat gebeurt ook wel. Ik denk niet dat we daarin, dat het alleen maar zo is dat er vandaag gestookt en gefikt wordt. Ik denk dat er ook echt wel plekken zijn waar het gebeurt. Maar er zijn er ook andere. Die helaas vandaag binnen een economische logica daarvoor beloond lijken te worden. En dat is natuurlijk wel een probleem. Maar ik denk eigenlijk, je kan het in de geschreven media aanduiden, maar het zit wellicht toch nog veel meer in televisietafels. Maar voor iemand als David van Rijbroek... David van Rijbroek, een Belg. Dat vindt u een goed voorbeeld? Nou, misschien wel, ja. David van Rijbroek. Nou, over België kan ik mij niet uitspreken. Oké, dat is heel diplomatiek. Dan wil ik jullie allebei heel erg bedanken voor dit gesprek en voor jullie voordrachten. Jullie mogen weer gaan zitten. En dan wil ik graag vragen of Desanne van Brederode... Zij leest het stuk Leentje Buur, ook speciaal geschreven voor de gids. Ja, ik steef met mijn bril te rotzooi. Oké. Boer zoekt vrouw en heel Holland bakt. Twee televisieprogramma's die, anders dan bijvoorbeeld Ik Vertrek en Droomhuis Gezocht, garant staan voor een knus wijgevoel. Zij het zonder dat de vaderlandsliefde expliciet wordt gevierd. Geen oranje vlaggetjes, geen klompendansjes of haringhappen. Wel het idee dat je het erf van zomaar een boer op kunt fietsen om te vragen of hij misschien een bandenplak zet, een pomp en een teeltje water voor je heeft. Of anders wel kunt aanbellen bij de buurvrouw van die drie huizen verderop met de vraag of zij nog eieren over heeft nu het scheiden van de dooiers en eiwit al tot 3 maal toe is mislukt. Zij houdt ook van bakken, dat herinner ik me nog van de buurtbarbecue, dus ze weet wat ik bedoel.
Tijdloze gastvrijheid en behulpzaamheid en herkenbaarheid. Bij het weggaan nog snel even de ontdekking dat men hier dezelfde koffiemokken heeft als die jij thuis hebt en dezelfde namaak leistenen bloembakken met hetzelfde grind en dezelfde mini-corniferen in de voortuin. Beschaafde gluurtelevisie waarbij de deelnemers zelf alvast de vitrage hebben weggeschoven. Niks om je voor te schamen, zie je wel? Zelfs vloeken onder hoge stress komt in de beste families voor. Het aardige is dat de programma's die Every Inch typisch Nederlands lijken, beide een Brits format kennen. Zo gaat het in de televisiebranche natuurlijk vaker. Succesconcepten worden over en weer aangekocht en onder strenge voorwaarden van de oorspronkelijke bedenker op onderdelen aangepast aan de doelgroep in het andere land. Toch heeft het iets aparts dat uitgerekend programma's die zo onmiskenbaar van eigen bodem lijken, hun bestaan danken aan bewezen hoge kijkcijfers in Engeland. U weet wel dat land dat voor de Brexit, hè? Dat land op zijn beurt achtte het 10 jaar geleden nodig om de meesterlijke Zweedse politieserie Wallander naar de boeken van Henning Mankell nog maar eens te verfilmen. In en rondom het Zweedse plaatsje Ustad, dat wel, maar ditmaal met Engelse topacteurs onder wie Kenneth Branagh in de titelrol. De remake kan onmogelijk iets te maken hebben met de kwaliteit van de oorspronkelijke serie. Al ben ik geen Zweedse, ik voelde me er enorm door beledigd. 2 keer heb ik toch een kwartiertje gekeken naar de Engelse versie, die zeker goed was, ik had ook niet anders verwacht. Maar toch beleefde ik dit als een vorm van ontrouw aan mijn helden Christer Henriksson en de in 2007 door zelfmoord om het leven gekomen Johanna Sällström, die in de serie de dochter en collega-rechercheur van Kurt Wallander speelt. Maar het gevoel van verraad door de Britten ging dieper. Er behoort in de serie Zweeds gesproken te worden, punt uit. Niet alleen klopt dat met het lieflijke stadje en de bos- en strandrijke omgeving van Skåne, als in zoveel Zweedse series proef ik ook schatplichtigheid aan de filmer Ingmar Bergman en de toneelschrijver August Strindberg. Ik was en ben een liefhebber van Zweedse series en films, zelfs meer dan van Deense, Noorse en Finse, omdat ze me nu juist even terugbrengen bij gevoelens en een sfeer die ik zelf bijna meer Zweeds vind dan de smaak van ingelegde haring, aquavit en köttbullar, gehaktballetjes, die blijken trouwens uit Turkije te horen komen, ofwel de gehaktballetjes in bruine botersaus met bier en veenbessen, of de muziek van ABBA of Cornelis Vreeswijk, of de stijl van IKEA, die, zo leerde ik in een tentoonstelling over de wereldwijde liefde voor Scandinavisch interieurontwerpen, teruggaat op folkloreambachten ontwikkeld in de lange donkere winters, geïsoleerd van de buitenwereld en op de zonnige prenten van huizen en tuinen en interieurs van Carl Larsson. Vraag me wat dat typische Zweden gevoel nou precies inhoudt en ik moet het antwoord schuldig blijven. Zo ik al een nationalist ben, dan is het van het verkeerde land. En dat dan selectief. Grote delen van het Zweden dat ik bereisde vond ik dodelijk saai. Mijn hart ligt bij Stockholm en aan Ustad en Malmö bewaar ik goede herinneringen, maar meer ook niet. Bovendien geldt eenzelfde soort persoonlijk onverklaarbaar nationalisme Polen en de Baltische Staten, Litouwen voorop. En ja, in mijn puberteit verklaarde ik mezelf anglofiel, terwijl ik ook bijna alles over Ierland wist, een land dat ik tot op heden nog nooit heb bezocht. Aan mijn Wallander-manie ging toch echt en nog fanatieker een inspector Moors-manie vooraf. Mijn toenmalige echtgenoot en ik namen zelfs deel aan een Moors rondleiding in Oxford en dronken bij het kijken naar de afleveringen stevast een Old Speckled Hen biertje, net als Moors zelf. Terwijl ik Wallander later moeiteloos liet vervangen door Beck, een serie die in Stockholm speelt, geïnspireerd op de boeken van het echtpaar Sjöwall en Wallöö, die rauwer is en waardoor mijn favoriete Zweedse en waarin mijn favoriete Zweedse acteur Mikael Persbrandt een van de 2 hoofdrollen voor zijn rekening neemt.
Mijn moeite met een Engelse versie van Wallander is er, misschien ten overvloede, dus niet in gelegen dat ik Engels drama per definitie minder goed vind dan Zweeds drama. Maar ik wil niet dat genres worden vermengd. En dit met als vermoedelijke reden dat Britten het vertikken om naar acteurs te kijken die ze nog niet kennen en die een taal spreken en dialogen voeren die ze niet herkennen. Mijn geval staat denkelijk niet op zichzelf. Of het nu om een liefde voor Italië of voor Hongarije gaat, of voor Wenen of Barcelona, het land of de stad moet niet steeds meer gaan lijken op andere Europese landen of steden. In Napels liever geen Burger King, alsjeblieft, en geen Irish pub, en geen sushi of deuner kebab. Totdat nationalisten in het land zelf dit gaan roepen. Ik was even verbijsterd door de massale steun die er in het Verenigd Koninkrijk voor de Brexit bestond. Maar keek er ook weer niet heel erg lang van op, gelet op het chauvinisme van de Britten. Maar dat het in mijn ogen zo sociale, ruimdenkende, vrije en moderne Zweden zoiets als extreemrechtsnationalisme kent en dat een anti-vreemdelingenhouding er steeds salonveiger wordt, het wil er bij mij niet in. En ook tot mijn eigen verbazing baart het me veel meer zorgen dan het nationalisme in Nederland. Dat laatste is, net als de programma's die ik in het begin noemde, vooral een kopie. Van België en Frankrijk, van Duitsland en Engeland. Zelfs de demonstraties van de gele hesjes zijn geen eigen vondst. Sterker, zowel Pim Fortuyn als nu Thierry Baudet zijn geen eigen vondsten. Het waren en zijn onze eigen gladde, stijlvolle Jörg Haiders. Alleen Jan Maat en Wilders zijn van eigen makelij. Dat heeft iets treurigs, dat Nederlanders nationalisme en extremisme moeten afkijken bij andere Europese landen en niet zelf iets kunnen verzinnen. Lekker zitten. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Thijs Goldschmidt, auteur, maar ook evolutiebioloog. En hij gaat ook iets voordragen wat hij speciaal voor de gids schreef. Ik ben een afgedwaalde evolutiebioloog. Dus ik ben al heel lang geen onderzoeker meer, maar het onderwerp interesseert me nog altijd. En ik schrijf er af en toe over. Leeg hoofd. In 1981 publiceerde Stephen Jay Gould een onthullend boek over de geschiedenis van de intelligentiemeting, The Mismeasure of Man. Gould was op dat moment al een hele tijd hoogleraar paleontologie en evolutiebiologie op Harvard en daarnaast een wereldwijd bekende essayist. Enkele jaren na verschijning kreeg ik het boek van een geneticus, een promovendus van Gould, die bij me logeerde in Tanzania. Daar deed ik in een team van Leidse en Afrikaanse biologen ecologisch onderzoek. Pas toen de promovendus met een tonnetje diepgevroren genetisch materiaal van vissen uit het Victoriameer weer naar Boston was vertrokken, kwam ik aan het boek toe. Het schokte me, maar ik weet gek genoeg niet meer of ik me heb afgevraagd waardoor precies. In de eerste plaats vermoedelijk doordat Gould overtuigend liet zien dat rassenkunde tijdens de koloniale tijd in wijde kring was geaccepteerd. Niet alleen in Europa, maar ook in de VS. En ook doordat Darwin's genuanceerde opvattingen over evolutie van de moderne mens uit een voorouderlijke primaat in de laatste 3-4 decennia van de 19e eeuw nogal eens onjuist, want in een lineair en hiërarchisch verband werden voorgesteld. En daarbij vormden donkere, zwarte Afrikanen een tussenschakel tussen een verre aapachtige voorouder van de mens en het onbetwist hoogtepunt van evolutie, de spierwitte Caucasiërs. En dat zijn Europeanen en Amerikanen. Er is iemand geweest die de Europeanen en Amerikanen witte Caucasiërs heeft genoemd. En dat in het bijzonder omdat op de Caucasische berghellingen de mooiste witte meisjes wonen. Dus dat is een beetje een vreemd criterium, lijkt me. Maar
Achteraf vermoed ik dat het me ook schokte, dat boek. Omdat sommige wetenschappelijke onderzoekers minder objectief te werk waren gegaan dan je zou hopen. Zeker als het ging over intelligentiemeting. Gould beschreef hoe deze onderzoekers niet alleen speurden naar verschillen in uiterlijke anatomische kenmerken, zoals schedelvorm, maar ook naar verschillen in cognitieve capaciteiten tussen de raciale categorieën die ze onderscheiden. En dat waren bijvoorbeeld die Caucasiërs, donkere Afrikanen, inclusief oorspronkelijk uit Afrika afkomstige Amerikanen, Indianen tussen aanhalingstekens, Native Americans van allerlei verschillende stammen, Australische Aboriginals en Aziaten. Het was bizar te lezen dat zwarten, tussen aanhalingstekens, van beide geslachten, maar ook witte vrouwen, dikwijls werden beschouwd als wezens die eerder emotioneel dan rationeel ingesteld waren. Het leken in veel opzichten net kinderen, terwijl de witte mannen rationeel ingesteld zouden zijn, de ultieme volwassenen. Bewust of onbewust manipuleerden onderzoekers bij gelegenheid gegevens die betrekking hadden op ras, sociale klasse en seksen in een richting die hen, eufemistisch uitgedrukt, niet slecht uitkwam. Keer op keer trokken ze met betrekking tot cognitieve vermogens de geruststellende conclusie dat de categorie waartoe ze zelf behoorden superieur was. En die zonder twijfel knappe anatomen in kwestie maakten voor hun metingen gebruik van schedels die zich in medische en natuurhistorische collecties bevonden. Het heeft weinig zin om lege schedels taalkundige vragen te stellen of wiskundige puzzels te laten oplossen. En daarom namen ze genoegen met wat de best beschikbare maat werd geacht voor cognitieve vermogens, schedelinhoud. Maar helaas werd er lang niet altijd voor lichaamsgrootte gecorrigeerd, terwijl het toch voor de hand ligt dat een groter mens een groter hoofd heeft zonder per se intelligenter te zijn dan een kleiner iemand. Zo zou je al snel ten onrechte tot de conclusie kunnen komen dat mannen intelligenter zijn dan vrouwen, terwijl ze alleen maar groter of langer zijn. Of kunnen concluderen dat de destijds gemiddeld langere Caucasiërs bij leven intelligenter waren dan slecht gevoede Afrikanen of Afro-Amerikanen. Tijdens die experimenten, die bepaald niet dubbelblind zijn uitgevoerd, werden de schedels op hun kop gehouden en gevuld met plantenzaden of ook wel met lode kogeltjes, dus een soort hagel. Gould herhaalde enkele van die proeven en vond sterke aanwijzingen dat bij tenminste één ervan schedels die behoorden tot dezelfde categorie als de onderzoeker beter werden geschud en dat er bovendien ijveriger op de zaden of kogeltjes gedrukt moet zijn, zodat de gulzige schedel van het witte, lege hoofd stampvol plantaardige of lode intelligentie kon worden getankt. Door wat selectief schudden, persen en bijgieten kon zo de intelligentie van bleekscheten tot astrale hoogte worden opgekrikt. Wie wil er nog meer bewijs voor white supremacy? De superieure intelligentie van de Caucasiër met zijn roze-witte wangen. Je moet er maar opkomen. Sommige onderzoekers lieten het niet bij manipulatie. De anatoom Paul-Pierre Broca, in de huidige anatomische terminologie van het brein komt nog altijd een gebied van Broca voor. Ik heb helaas niet zo'n plastic brein als Erik Scherder altijd bij zich heeft. Die zou het dan even aanwijzen, maar het zit. En die Broca stond bekend om zijn nauwgezetheid. En hij was vast en zeker een briljante geest. Maar uitgerekend Broca viel de alom erkende Duitse anatoom Tiedemann aan, omdat hij geen verschillen had gevonden tussen de schedels van wat tegenwoordig door sommige antiracismeactivisten witten en zwarten worden genoemd. En zoiets kon in Broca's ogen onmogelijk waar zijn. Tiedemann, daarvan was hij overtuigd, was er van meet af aan op uit geweest te bewijzen dat de craniale inhoud van alle menselijke rassen hetzelfde was.
Hij zou louter zijn eigen vooroordelen hebben bevestigd en niks belangwekkends hebben ontdekt. Het lijkt wel aanzienlijk gemakkelijker zoiets ongeveer anderhalve eeuw later vast te stellen dan als je er zoals Broca middenin zit. Maar precies het omgekeerde was natuurlijk, zeggen we nu, het geval. Onderzoek wees niet in de richting van wezenlijke raciale verschillen. En mogelijk was er bij Broca trouwens geen sprake van bewuste misleiding, maar had hij domweg een wat degelijker bord voor zijn kop dan Tiedemann. Want ik denk, vrij zijn van vooroordelen is voor iedereen van welke herkomst en in welk tijdsgewricht dan ook buitengewoon lastig, misschien zelfs onmogelijk. Dank. Ze hebben wel echt hun best gedaan om ervoor te zorgen dat het blanke, het witte ras superieur was. Met zoveel moeite, met duwen en trekken. En ja, nou, je moet een beetje oppassen met ze te zeggen. Want je moet ook weer zoeken naar een experiment waarbij dit gebeurt. En dat viel mij natuurlijk op en vond ik in verband met het onderwerp van de gids interessant. Maar er zijn natuurlijk talloze onderzoekers die zoiets niet overkwam of die zich daartegen zullen hebben verzet. Maar het gaat mij er eigenlijk ook om, niet om die mensen te veroordelen, maar om erop te wijzen hoe moeilijk het is om vrij te zijn van veroordelen. En ja, waarschijnlijk heeft iedereen een zeker bord voor zijn kop, omdat het zo moeilijk is objectief te kijken. Nee, dat is zo interessant eraan. Dat het dus, ik denk, of tenminste wat ik begreep uit je verhaal, is dat mensen ook heel graag verschillen graag willen. Of dat ze daar naar op zoek zijn. Dus dat ze die misschien dan ook vinden. En ik vraag me af, waarom willen we dat zo graag? Dat er verschil is. Ja, ook in verband met nationalisme. Ik zat door jouw vragen over literatuur die relevant is in dat verband eigenlijk aan een oud boek te denken van Carrie van Brugge uit 1925, Hedendaags fetischisme. En ik vond dat eigenlijk altijd een heel goed boek als je het over nationalisme hebt. Een van de kernzinnen uit dat boek is: er is geen ander zijn dan anders zijn. Dat hele boek gaat eigenlijk over distinctiedrift en de neiging van mensen om zich te onderscheiden van anderen, omdat ze anders eigenlijk niet bestaan. En in verband met zoiets als nationalisme is er misschien iets dergelijks aan de hand. Ik denk, in het Latijn betekent natio volgens mij volksstam. En een natie is dus eigenlijk een nieuwe vorm van een volksstam. Maar dan een macro-volkstam met heel veel verschillende volkstammen bij elkaar. Met eenzelfde bestuur en wetgeving en een grondgebied. Maar dat hoeft niet eens. Hè. Soms zijn er mensen die richten een eigen natiestaat op in het digitale domein, zoals Kekistan. Mensen die dingen willen kunnen zeggen die politiek niet correct zijn en gal willen spuien over alles wat ze niet mogen of weg willen hebben. Ja, die hebben zelfs een eigen vlag ook. En die geloven. Hebben een eigen vlag, geïnspireerd op een natievlag. En je hebt dus eigenlijk tegenwoordig niet altijd meer een grondgebied nodig om een natie te vestigen. Iets wat ik wel interessant vind ook als je kijkt naar ISIS. Het gebied krimpt nu. Er is nog een klein stukje van over. Straks is het grondgebied van ISIS misschien verdwenen. Maar ongetwijfeld zullen ze dan in het imaginaire, virtuele terrein nog een staat kunnen hebben door hun, door hun verenigde websites. Ja. En uitwisseling van ideeën die zij wenselijk achten en die ik afschuwelijk vind. Ja, dus mensen willen eigenlijk altijd een groepje vormen met andere mensen. Of het ze nou heel moeilijk gemaakt wordt of makkelijk, dat maakt eigenlijk niet uit. Dat is altijd wel waar ze op terug zullen komen. Misschien. Ja, nou ja, mensen zijn gebouwd op het leven in kleine tribale samenlevingen van een paar honderd individuen. En een van de manieren om zo'n groep af te baken is bijvoorbeeld een gebied,
territorium in dierlijke zin. En taal, met taal kun je een gebied, een groep afbakenen. Dus op Papua New Guinea is er een woord, dat is Wantok. Dat is pidgin voor one talk. En als je buiten het gebied van je eigen stam een Wantok tegenkomt, dan help je die. Wat er ook gebeurt, en dat is een soort verplichting. En eenzelfde soort iets is gossip, roddel. Dan heb je het over afwezigen in een groep. En dat komt van gossip, een geloofsgenoot. Dus religie is ook eigenlijk een hele goede manier, taal, religie, om een groep af te bakenen. Voel jij eigenlijk onderdeel van een groep? Of alleen van de Zweedse, maar dan de mooie delen? Nee, ik voel me op zich het meest onderdeel al een aantal jaren van de Syrische groep, maar dat is weer een ander verhaal. Nee, ja, ik heb helemaal geen moeite met je willen onderscheiden en tot een groep willen behoren. Waar het misgaat, is wanneer je niet geniet van de verschillen, maar meteen zoekt naar het superioriteitsgevoel daarin. Want ik denk, het is natuurlijk een van de dingen die het is ook vol met schandalen, maar de openings rituelen rondom de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Ik hou helemaal niet van sport, maar dat zo'n moment dat mensen uit de hele wereld daar vrolijk lopen te zwaaien en een leuke DJ Tiesto compositie eronder, ja, dan zit ik te janken. Hè? Want dat vind ik dan zo'n soort leuk alle mensen weer de broeder gevoel. Wat dan weer de wortels heeft in het Duitse idealisme. Maar dat zijn de momenten dat je juist eventjes zo'n blijdschap hebt van wat leuk dat er zoveel verschillen zijn. En dat is waarom je wil reizen. Je wil helemaal niet dat als je, weet ik veel, in Afrika rondreist, dat je meteen een Heineken biertje krijgt, toch? Maar weet je dat de hele zware industrie in Beijing vanwege de Olympische Spelen is verplaatst naar een soort natuurreservaat aan zee, waardoor het met alle waadvogels heel slecht is afgelopen. Nee, het is vreselijk. En ook dat ze allerlei alleen maar hebben ingezet om die korte broeken. Ik zit hier ook niet namens 100, de Olympische Spelen. Onder de 10 seconden te laten lopen. Ja, maar het gaat mij dus. Ja, nee, maar ik zei al, er zijn genoeg schandalen rondom die Olympische Spelen. Maar het gaat mij meer om. Af, maar ik kom toch. Nee, terecht. maar wat ik zo jammer vind aan wat nog eigenlijk weinig heeft geklonken, dat is dat het nationalisme wat er dan is, beperk ik me even tot Nederland, dat het zo opvallend is dat die mensen die zo willen uitdragen onze beschaving, onze cultuur, vraagt ze wie Vondel is en ze denken dat het alleen maar de naamgever is van een park. Dat is jammer. Zeg, heb je wel eens een keertje iets van Erasmus gelezen, die is trouwens zelf ook een klote hekel had aan Nederlanders. Daarom woonde die hier ook helemaal niet. Maar dan is het dus zo interessant dat er mensen zijn die pochen met een bepaalde verdienste van de Nederlandse beschaving. En vraag je dieper door, dan weet de gemiddelde immigrant die zijn inburgeringscursus heeft gedaan en gewoon heel geïnteresseerd is, die weet bij wijze van spreken nog eerder hoe het zit met Eerste en Tweede Kamer en zo. En dat vind ik er zo wonderlijk aan, dat mensen autoriteit claimen en zeggen ze moeten zich aanpassen. En terwijl ze eigenlijk zelf juist heel weinig weten en dat maskeren door een hoop gebrul. Maar ook dat het eigenlijk niet meer dan eerder gearriveerde immigranten zijn. Ja. Dus ja. Ja, maar ook bijvoorbeeld dan plotseling en ook Thierry Baudet die aan de ene kant dan wegloopt met Nietzsche en aan de andere kant wanneer het hem uitkomt, dan baseert hij zich wel op christelijke normen en waarden. En dan denk ik het hele christendom, dat is een importproduct, dat komt uit het Midden-Oosten. Ja, dus dat zijn toch hele rare dingen dat wij hier al jaren een godsdienst beleiden waarin Jezus de woestijn ingaat en de kamelen zijn en we zeggen, ja, mensen uit het Midden-Oosten, terwijl hele Jezus komt zelf uit het Midden-Oosten. Ik vind dat wonderbaarlijk. Ik vind dat zo dom. Ja. Of neem de tulpen. Dat zijn allemaal afstammelingen van Turkse bloemen. Ja. Ja,
Ja, nee, ik hoor eigenlijk de hele avond al, alles wat Nederlands is, is eigenlijk niet echt Nederlands. Nee, dat is mijn droom, hè. Als we dat nou gewoon zouden zeggen van, dat is onze kracht. Dat wij supergoed zijn in dingen ons eigen maken, uit andere delen van de wereld. En dan kunnen we juist ook zeggen, laten we dan ook een gids land worden als het gaat om de omgang met diversiteit. Dat zijn we. Hebben we lang van onszelf geroepen. Ik denk dat het maar een heel dun laagje was en dat het dan vooral buurtfeesten waren waar je dan met een moslima moeder een keer een broodje shawarma at en dat was het dan. Maar de skin deep natuurlijk. Maar als je dat meer zou uitbouwen, dat zou ik heel mooi vinden. Dat je een identiteit baseert op het feit dat je probeert juist de verschillen en het leren van elkaar als waarde te zien. In plaats van heel hard te roepen, weet ik veel, dat Marco Borsato echt Nederlandse nummers zingt. Terwijl dat komt ook weer uit Italië. Ja. Ja, maar er zit toch wel een moeilijke tegenstelling in, denk ik. Dat blijkbaar mensen neiging hebben om deel te zijn van een groepje. Maar dat groepje dan is, dat juist heel meerstemmig en meervormig en allerlei verschillende identiteiten is. Ja, ik vind dat ook ontzettend humoristisch. Maar het heeft, je kan het niet attackeren, want op het moment dat je dat probeert te doen, en dan met een grapje. Dan word je meteen kwalijk genomen. Oh, heb je iets tegen ons of zo? En dan voel ik mezelf eigenlijk ook een vreemde in mijn eigen land. Want je doet het altijd fout. Nou, er is toch een kleine groep, gelukkig nog, die een blanke etnostaat wil vestigen in Nederland. En juist tegen die diversiteit is. En daar zie je ook waar nationalisme toe kan leiden. Dus als die zogenaamd gewenste eenheid er dan eenmaal is, dan begint direct het uitsluiten van allerlei andere groepen. Ja, en is dat uitsluiten, is dat tenminste, ik denk dat dat ook een soort voorwaarde is voor het vormen van die groep. Mm-hmm. Dus dan moet je eigenlijk ook een soort vijand hebben als je... Of kan je ook een groepje sterker zijn? Ik denk dat het eerder omgekeerd is. Dat er eerst een vijand is en dat je dan artificieel ga je doen alsof je een hele hechte... Hebben we dan ineens doen mensen hartstikke leuk tegen elkaar die elkaars bloed daarvoor wel konden drinken, maar die zich verenigd weten in de gezamenlijke zondebok. Ja. Dat is het jammere en dat is allemaal razend eenvoudig te ontmantelen. Maar als ze niet ontmanteld willen worden, dan zit je daar met je nieuwe kleren van de keizerverhaal. Ja, moet wel iemand luisteren. Maar kun je niet ook op positieve gronden een groep vormen? Dat heb ik al gezegd. Ja, dat denk ik wel. En jij ook. Ja. Dus dan heb je ook misschien geen vijand nodig. Nou, als je de wens hebt een land te creëren waar mensen gelijkwaardig zijn, gelijkwaardig behandeld worden, gelijke kansen hebben, waar grote diversiteit is, waar minderheden kansen krijgen en niet worden lastiggevallen. Dan heb je eigenlijk geen vijand nodig, zou ik denken. Maar in de praktijk gaat het meestal anders. Dus wat je nu ziet bij alt-right, vaak jonge, witte mannen die zich bedreigd voelen in hun positie door ik weet niet wie allemaal, tegenwoordig zelfs door Joden die zouden aanmoedigen dat mensen van allerlei verschillende afkomsten vermengen en dat er daardoor minder witte mensen geboren, witte christelijke vaak mensen geboren worden, waardoor die in een bedreigde positie zouden zitten. Ja, voor mij is dat wel krankzinnige toestand. Maar dat moet je dus wel heel serieus nemen nu, denk ik. En hoe kan de literatuur daarin helpen? Nou ja, ik denk wel best dat het mogelijk is om romans te schrijven waarin dit soort problemen op een meeslepende manier worden verteld.
Ja, maar dan is het ook nog de vraag of ze worden gelezen. Ik bedoel, ja, zonder vervelend te doen, maar ik heb jaren geleden een roman geschreven, Het Opstaan. Ik had het idee al voor 9-11, maar toen vlogen die vliegtuigen erin. Toen dacht ik, oh jee, nou zullen mensen denken dat ik het erna heb bedacht. Maar dat Nederland een soort allochtone stad zou inrichten door eerst informatie bij de buren te verzamelen en zo. Van waar hebben mensen behoefte aan? En dan kon iedere etnische groep in een eigen deel van die stad met eigen gebruiken. En dat mocht vrijwillig hoor. En dan was het ook een soort themapark voor mensen die langskwamen. Dan kon je op één dag een Servische bruiloft en een Surinaamse ketikotifeest. Dat kon je allemaal zo meemaken. En dus het mes sneed dan aan twee kanten. En de mensen die dan hielpen om die mensen daarheen te krijgen, die kregen dan zelf een koopwoning bijvoorbeeld. Ja. Maar waarschijnlijk wisten de inlichtingendiensten al dat er een paar Marokkaanse jongeren waren die zouden betreuren dat hun ouders zich zouden laten lenen voor zoiets en die een aanslag voorbereiden. Nou, en die, want ik dacht altijd, ik ben opgevoed, iedereen denk ik, van na Auschwitz kan het niet erger. En dat je denkt, ja, is dat nou wel zo? En toen dacht ik, ja, het kan nog erger als je gewoon zorgt dat mensen elkaar uitmoorden. Dan creëer je alleen voorwaarden, dan doen ze het zelf. Heb je helemaal geen bloed aan je handen? Dan kun je zeggen, oh, wat erg, maar ja, zo zijn die mensen. Dus dat laat ik gebeuren in dat boek. Was allemaal heel visionair, maar niemand heeft het gelezen. Ja. Dus ik doe mijn best. En het komt niet aan. En ik heb één keer een brief geschreven aan een gelukzoeker. Dat was een essay bij de Week van de Filosofie. Nou ja, en er zijn een paar gelukzoekers die me daarvoor hebben bedankt. Maar de Nederlandse recensente die was kwaaiig omdat ik Nederlanders niet zo aardig vanaf. Ja, dus dan zit je al met dat probleem. Ja, dus eigenlijk de groep waarvoor het bedoeld is, daarbij komt het nooit aan. Nee, want dat is een beetje wat ik er is steeds nu de tegenstelling tussen de nationalisten aan de ene kant en dan hebben we het inderdaad over de Wilderstemmer of de nieuwe alt-right types. En dan ons soort mensen, maar wat mij het meeste zorg baart, dat is dat ons soort mensen op verjaardagsfeestjes of als het geen idee hebben van de mate waarin ze soms toch, zonder dat ze het misschien zou bedoelen, enorm discrimineren. Ik zie dat bijvoorbeeld met de Syriërs, dan is het 4 mei, dan worden wij gebeld. Kunnen jullie een Syriër leveren die even bij zo'n vrijheidsmaaltijd, hè, mag die zijn zielig verhaal vertellen, even op zijn oet, hummus langs. Maar zo wordt er over andere mensen gesproken door hoogopgeleide, GroenLinks stemmende mensen ook. En dat vind ik eigenlijk de meest enge mensen. Die dan zeggen van, nee, mooi hoor, verschillen. Maar dan komen met dingen over de islam waarvan ik denk, mijn hemel, schaam je kapot dat je dit over toch een hele mooie godsdienst zo durft te zeggen. Nou, dat. Dus eerst had het hand in eigen boezem, denk ik. Gaan we het over een mooie godsdienst hebben? Of? Nou, nee. De mooie aspecten zijn er, toch? Ja. Ja. Nee, maar ik wilde iets anders zeggen over het studiegenootschap Erkenbrand. Waarbij het streven is ook hoger opgeleide mensen uit te nodigen. En een studiegroep met vaak extreemrechtse ideeën. En die lezen inderdaad de verkeerde boeken. Zoals 12 Rules for Life van Jordan Peterson. Ja. Wat een heel vreemd amalgaam is van allerlei mystieke ideeën, vage mythologie. En dan opeens vrij heldere evolutiebiologie of neuropsychologie. Er staan dingen in die ik erg de moeite waard vond. En dan opeens denk je weer, oh, maar is chaos vrouwelijk en orde mannelijk? Bij mij thuis is dat al heel anders. al heel lang. Dus ja. Ja, en dat is wel grappig. Dat is wel iemand die dus een soort nieuwe mythe creëert door allemaal dingen bij elkaar te gooien. Het gaat erin als koek en dat vind ik eigenlijk heel gevaarlijk. Dus hoe krijgen we de mensen van die studiegenootschappen aan de goede romans? Ja, dat is misschien een leuke vraag voor de zaal.
Ik ben ook benieuwd of jullie nog vragen hebben aan deze sprekers. Dan kom ik even naar jullie toe met de microfoon. Ja, interessant. Wat ik mij afvraag, ik hoor allerlei verhalen. De rode draad in mijn beleving is een beetje dat je op een gegeven moment de hand in eigen boezem. Je moet openstaan voor veranderingen, je moet openstaan voor andere identiteiten en noem maar op. Maar dat geldt natuurlijk niet, moet van twee kanten komen. En dat is juist het hele probleem, denk ik. Dat gebeurt niet. Ik heb een vriendin die heeft in Kanalen Eiland gewoond in Utrecht. Die werd bespuwd, ze was blank. Ze was een smerige hoer en noem maar op. En die is daar gewoon weggegaan. Want die kon daar gewoon niet leven. Dus wat nou als het niet van twee kanten komt? Wat dan? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En natuurlijk zijn er ook een hoop dingen daarin, denk ik, doorgeslagen. Zeker, denk ik, zo'n beetje in de jaren 80, 90... Nederland het misschien hier en daar te goed wilde doen en daardoor bepaalde problemen niet gezien heeft of niet serieus genoeg genomen heeft. Alleen denk ik wel van die dingen moet het benoemd worden. Alleen de vraag is steeds, is dan je antwoord... Kijk, ik kan me voorstellen dat die mevrouw daar weggaat. Maar is dan je antwoord iedere keer weer zoeken naar een hardere taal en je harder wapenen om dan die identiteit op de kaart te zetten? Of te zeggen, goh, hoe kunnen we naar een constructieve manier waarbij de problemen zeker worden benoemd? Dat lijkt me absoluut belangrijker dan het onder tafel vegen en een of ander leuk festivalletje en dan gaat alles weer goed. Maar nu heb ik soms het idee dat ook mensen... We hebben ook te lang gedacht dat heel veel mensen nationalistisch worden doordat ze zich bedreigd voelen of bang. En dan moeten we dat serieus nemen. Dat is misschien voor een bepaalde groep waar de veranderingen heel snel zijn gegaan. Absoluut waar. Mensen die in hun baan, in hun wijk worden bedreigd. Maar er is nu een groep die zegt zich bedreigd te voelen, die totaal niet bang hoeft te zijn. Thierry Boudet hoeft helemaal niks nergens voor te vrezen. En ook van die mensen hebben we de neiging om ze toch serieus te nemen en te pamperen. En dan te gedogen dat die mensen zo hard mogen oordelen. En daar, denk ik, moet je voortdurend een middenweg in zoeken van waar is vrijheid van meningsuiting en elkaar ontmoeten? Waar mag het even clashen omdat het constructief is? En waar is het gewoon puur de lol van elkaar kapot sarren? En dat lijkt mij nooit een antwoord. En dat is al helemaal niet wat ik versta onder evolutie en beschaving. Toch? Nee, ik sluit me hierbij aan. Okay, ja. Ja. Is er nog een vraag? Nou, ook in deze tijd zien we nog steeds dat grafieken die bijvoorbeeld voor een stelling worden zijn bedoeld, tegen de stelling worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld de alt-right beweging. Daar zien we soms verkeerd gebruik van grafieken. Maar op welke manier, hoe denkt u dat we dat kunnen veranderen, dat mensen zien dat dat niet de bedoeling is van hoe die grafieken bedoeld zijn? Nou ja, dat is eigenlijk niet mijn specialisme, hoor, om aan te geven hoe je dat zou moeten doen. Maar ik denk dat je toch moet proberen om dan een tegenstuk te schrijven en te laten zien hoe het wel zit. Net als in een klimaatdiscussie, dat over en weer gaat van ontkenners en mensen die denken er is echt iets aan de hand en het is antropogeen. Dat je daar een discussie over krijgt en hoe je de mensen bereikt, weet ik niet precies. Maar ook bij het Forum voor Democratie, daar zijn dan opeens wordt er beweerd dat er wetenschappelijk bewezen is dat er intelligentieverschillen tussen volken bestaan. En ja, dat is volgens mij nergens op gebaseerd. En daar moet je dan iets over zeggen. Dat heb ik gedaan in de gids. Maar
Maar ik kan me tegelijk ook voorstellen dat iemand als Baudet bijvoorbeeld, en er zijn meer van die mensen, het is ook gewoon dat we met elkaar weten van, ook als we boos zijn of verontwaardigd, dat iemand zo raar met feiten, quasi-feiten, omgaat. Maar dit is gewoon narcisme, wat voortdurend wordt beloond. Of het nou is door verontwaardiging of door dat je hem geweldig vindt. Maar dat ik denk wat de mooiste straf is voor dit soort mensen. En dat geldt helemaal voor iemand als Donald Trump ook. Dat is dat je denkt, oh ja, hier staat een peuter. Of iemand met het zielenleven van een peuter. En die beloon ik alleen maar door in te gaan op al het gekrijs. En op ieder flirterig lachje. Dus probeer die mensen niet te belonen, maar gewoon ook te negeren. Want ik heb mezelf erop betrapt, omdat ik Baudet vind ik ook een interessant fenomeen. En ik heb hem ook wel eens in het echt gezien, vroeger. En dat je denkt, wow. Maar dan wil ik ook van mezelf weten, ik had dat bij Jörg Haider ook, van wat is dat nou wat me aantrekt toch in dat soort types? Hè? Ik zie dat het fout is, ja, en dan ga ik er toch... dat is toch een soort... Ja. En niet in wat ze zeggen, maar gewoon het plaatje. Maar dan ga ik er gefascineerd in. Maar dan denk ik, ja, maar dan ga je, dan denk ik, realiseer ik me iedere keer dat ik toch weer me kwaad zit te maken over zo iemand. Of hoe kan het nou dat er zoveel kijkers intrappen? Doe ik mee aan wat ik eigenlijk wil bestrijden? Dus dat is denk ik wel iets waar we allemaal, ook nu, als we te veel al die meningen steeds maar weer de aandacht geven. Het is heel makkelijk, want het is de goedkoopste manier om jezelf aan de goede kant te voelen staan. En je hoeft zelf niet je handen uit de mouwen te steken, want je bent al tegen Trump en tegen Thierry Baudet. Dus ja, dan sta je al aan de goede kant, morele plicht vervuld. Terwijl dan begint het natuurlijk pas. En dan denk ik, ja, dan kun je je energie juist beter steken in die krachten niet voeden. En zeg maar dat soort leven laten... moeten houden? Nee, niet je mond laten. Maar wel denken van, hier zegt iemand zulke onredelijke dingen. Laat hem maar niet de zendtijd krijgen die wil. En bedoel, redacties van televisieprogramma's hebben daarin een keuze. En willen ook. Want ze weten, dan houden we de kijkcijfers vast. Ja, dat lijkt me wel een punt. Dat je niet altijd de verkeerde mensen uitnodigt bij televisieprogramma's. Ik heb hier een volgende vraag. Ja, ik heb een beetje een ongemakkelijk gevoel. Dat heb ik eigenlijk al vanaf het begin in deze ruimte met deze mensen. En met, inclusief mezelf, uiteraard. Dat ik het gevoel heb... En steeds sterker dat we hier bij elkaar zijn in een soort geloofsgemeenschap. Ja. En dat er eigenlijk maar één geloof is. En heel concreet bedoel ik, die vraag is eigenlijk voor iedereen bestemd hier. Is het niet een beetje raar? En waarom is het zo dat wij hier bij elkaar zijn en allemaal ja knikken en met de vinger wijzen, met de boze vinger wijzen. En dat in het kamp waar wij naar wijzen met de boze vinger, dat daar blijkbaar niet gevraagd is of er iemand hier wil komen. Is het hier zo vreselijk om hier te komen? Is het onmogelijk om zulke mensen uit te nodigen? Heeft men daar principieel voor gekozen om dat niet te doen? Ik weet niet zeker of ze er niet zijn, hoor. Maar... Nou, volgens mij... Kom op, willen de ware. Volgens mij, Desanne, had jij net ook een heel goed punt dat wij ook hand in eigen boezem moeten steken en dat we helemaal niet zo... Dat was mijn vraag. Ik bedoel, er moet ook ergens buiten iemand zijn. De naam Jordan Peterson valt net... door niet iedere Nederlander die intelligent is en die misschien een beetje rechts gedachtegoed koestert, is Jordan Peterson of daarmee te vergelijken. Zeker. Er lopen duizenden mensen zeker in Nederland. Nee, dat is helemaal waar. Ja. Klopt. Zeker. Nee, ze hadden gewoon een kaartje kunnen kopen op de website. En als we een avond organiseren over... Als spreker, ja. Ja. Nou, dat nemen we mee. Ja. Zijn er nog meer vragen? Misschien één opmerking. Ja, ik vind over die opmerking over Trump en over hoe heet die andere Baudet. Van voor Baudet. Ja, dat is echt goed. Gewoon naam vergeten. Nou ja, goed.
dat, nou ja, goed, dat is dan een mening. Maar ik vind gewoon hoe je daarover praat, over hun. Nou ja, oké, dat is jouw ding. Maar je beledigt, vind ik, daarmee toch ook de kiezers die op hem stemmen, op hun stemmen. En dat is natuurlijk een van de grootste fouten geweest van Hillary Clinton toen de tijd. Ik denk ook dat ze daarom dus verloren heeft. Dat ze daarom ook verloren heeft van Trump. Dat je op een gegeven moment alle kiezers die op Trump stemmen, als ze stel halve Mongolen neerzet. En dat zijn het natuurlijk niet. Ze hebben wel degelijk een verhaal en dat komt ergens vandaan. En daar mogen we ons niet voor afsluiten, vind ik. En dat is een heel belangrijk punt. Ze heeft een popular vote wel gewonnen, hoor, trouwens. Oké, okay. Heb je wat op? Ik heb een vraag. Ik verschil van mening met mijn zoon. Ik vind Rutte aardig. Oh jee, wat nu? En dan, ja, aardig. Maar ik vind een aardige man. Heeft u daar nog een vraag bij? Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar je kunt... Ja. Ja, wat moet ik daarmee? Zullen we een praatgroepje dan doen? Ja, ik heb het idee dat we nu in het begin... Geert Bulens het over... het feit dat we bepaalde dingen heel erg serieus moesten nemen. Dus ik wil dan... Eigenlijk ben ik wel benieuwd nu op een punt zijn waarin die discussie dan omhoog komt. Wat meneer Willens daar dan van vindt. Ja. Dan ga ik even naar hem toe. U bedoelt van het geheel of van specifieke momenten? Nee, het gaat om bijvoorbeeld als we het over Thierry Baudet hebben... als een belachelijke man dat we kiezers ook belachelijk zouden maken. Nee, ik denk wel dat daar een risico is. Ik ben het eens met meneer dat die basket of deplorables, dat Clinton bijna zeker het presidentschap heeft gekost. Dat was ongelooflijk dom van haar. Ja. Dus ik denk wel, ja, je doet er beter aan om grote groepen mensen niet te beledigen. In het algemeen, denk ik. Maar ik merk bij mezelf ook dat als het over individuen zoals Baudet of Trump gaat, dat ik ook de neiging heb om die eigenlijk alleen maar te willen beledigen. Maar daar schiet je natuurlijk niks mee op. Dat is volstrekt onproductief. En wat mij opvalt in de Verenigde Staten is dat we zijn nu zoveel maanden verder. En heel veel mensen zitten nog altijd eigenlijk in dezelfde kramp. Van het kan toch niet waar zijn. Het is helaas wel waar. So get over it en probeer naar een alternatief toe te werken. Wat overigens ook gebeurt. In dat opzicht ben ik niet volstrekt hopeloos. Je ziet ook echt wel plekken en vooral figuren die dat met heel veel kracht doen. En wat mij daaraan opvalt, om nu even... Het is altijd veilig om het over een ver ander land te hebben, om het over de Verenigde Staten te hebben, is dat mensen die vandaag proberen echt een alternatief te ontwikkelen, dat zij dus eigenlijk de diversiteits- en identiteitspolitiek die een onderdeel van de Clinton-campagne was, combineren eigenlijk met de groepen die Trump verkozen hebben. Dat is denk ik dus eigenlijk wat je moet doen. He, dus je moet zoveel mogelijk sociaal gedefinieerde groepen bij je verhaal betrekken. En om het nog eens over literatuur te hebben, want dat is toch in zekere zin ook waarom we hier zitten. Je ziet in de Verenigde Staten dat ze dat ook eigenlijk doen in de lijn van een 19e-eeuwse traditie. Iemand als Walt Whitman, de nationale dichter van dat nieuwe land in de 19e eeuw. Ja, die beschreef in Leaves of Grass ook heel gedetailleerd alle mogelijke gezichten die hij in dat land zag en hoe verschillend die gezichten waren en hoe die gezichten even divers waren als het landschap van dat enorme land. En dat is dus een soort van nationaal gedicht geworden waar heel verschillende mensen zich toe aangetrokken voelden en door aangesproken voelden. En die retoriek was een retoriek die je overigens bij Obama ook zag, maar die zie je dus vandaag bij iemand als Ocasio-Cortez ook, die wanneer ze opsommingen begint te geven van mensengroepen, dan moet je eens opletten, dan zitten die daar allemaal in. En dat is denk ik de enige manier om het te doen. En dan beledig je ze niet, want je betrekt ze erbij. Ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag, maar... Ja, want ik wil eigenlijk vragen om hoe zou je daar invulling aan geven? Volgens mij is dat daar wel antwoord. Ja. Ik denk dat we nog één vraag kunnen doen. Ja.
Het gaat het is natuurlijk heel ingewikkeld allemaal, geloof ik. En het heeft voor mij toch veel te maken met beelddoen of het verruimen van je horizon of het laten we zeggen, het vreemde belangrijker vinden of interessanter vinden dan je eigen eigenheid. En dus denk ik van, het onderwijs zou er eigenlijk gewoon heel goed iets kunnen betekenen of zo. Dus soms denk ik van, verhoog de salarissen van de leraren in het VMBO bijvoorbeeld. En verlaag de salarissen van de hoogleraren. Of laat de hoogleraren eens een keer een jaar lang in het VMBO werkzaam zijn. Ga niet theoretiseren en allerlei hoge intellectuele spelletjes met elkaar spelen. Maar confronteer je echt eens lijfelijk aan mensen die op plekken wonen. Die niet hier in de grachtengordel en die ook niet hier naartoe komen. En ga vooral niet zeggen dat soort mensen, ik weet niet of dat soort mensen, hadden hier toch ook een kaartje voor kunnen kopen. Want dat is gewoon echt niet waar. Oké, dat was geen vraag, maar wel een afsluiting. Ik wil alle sprekers heel erg bedanken. Fiep van Bodegom, Thijs Goldschmied, Desanne van Brederode en natuurlijk Geert Bullens. Dan gaan we nu nog één keer luisteren naar de acteurs, naar het stuk. Heel erg bedankt allemaal. Gelukkig zijn de kritieken nooit te beroerd om mijn vooruitstrevendheid en menselijkheid te roemen. Bovendien, mijn harde werken en discipline leggen geen windeieren. Zo zie je maar weer, ik ben de redelijkheid zelf. Ik geef me louter over aan de strikte regels van de Franse toneelmeester. Hij is trouwens heel streng, potverdrie. Een recensent schreef kritisch over je laatste rol, dat heldendom of heiligheid geen overtuigende personages maken. Dat de grootste rollen bereikt worden op een vergeten ziekbed, in een stoffig kantoor of in het vliegtuig? Maar ik besta louter bij de gratie van mijn publiek. Dat weet je toch? Alles aan mij is projectie. Hebben jullie dat nou nog niet begrepen? Jullie zien mij helemaal niet. Maar slechts een weerkaatsing van jezelf. Hij pakte een zakspiegeltje uit zijn binnenzak en hield het voor mijn gezicht. Kijk, wat zie je nu? Het was waar. Weerspiegeld in het donkere glas zag ik een decor van 1000 over elkaar geschoven spiegels. Opeens leek de man die naast me zat een stuk ouder. Ik zag nu ook dat de kraaienpoten rondom zijn ogen dichtgekoekt waren met oranje smurrie. Maar vooral zag ik mijn verbaasde blik en daarnaast zijn trotse, hulpeloze, kinderlijke blik. Vol verontwaardiging misschien, maar ook vol hunkering. Hunkering naar de vlezige armen van zijn moeder. Een ei over de bol. Een speels complimentje allicht. Je ziet wat je was en waar je heen denkt te gaan. Je kijkt er maar al te graag in, nietwaar? Nu keek ik in mijn eigen ogen en streek bewonderend een hand door mijn haar. Snel knipte hij het spiegeltje dicht en stopte het weer weg in zijn binnenzak. Hij wenkte de ober. Momenteel spelen we een klucht. De barbaar in mij. Een moderne bewerking van Dorian Gray. Het speelt zich af op een babyfarm van whitefaces en begint met een fantastische zelfmutilatiescène naakt aan de rand van het zwembad. Kom vooral kijken. Ja, het wordt een groot spektakel. We hebben iedere dag volle bak. Op dat moment duwde hij het bord van zich af en hief zich plotseling op zijn stoel op. Hij excuseerde zich. Ik moet gaan. Het publiek wacht op mij. Er klonk gejuich in de verte. Een hels kabaal. Het geluid van een helikopter die landde midden op het toneel. Ik knikte en hij baande zich met grote stappen van mij weg naar de exit. Dit was de enige keer dat ik hem sprak. Inderdaad ging het zoals hij voorspelde, zijn laatste stuk, Naties de Derde. Het stond een tijd lang bovenaan de hitlijsten. De mensen stonden ervoor in de rij. Op straat was het onderwerp van ieder gesprek en het vulde alle krantenkolommen. Maar na verloop van tijd moesten de ondersteunende rollen vervangen worden. Naar het schijnt vanwege te hoge kosten. De verwarming en de riolering van het theater bleken stuk, waardoor er een ondraaglijke stank langs de wanden omhoog kroop. De winst die was geboekt tijdens de eerste succesweken was in eigen zak gestoken. De boekhouding frauduleus. De mensen in de stallen hielden nog geparfumeerde doekjes voor hun neus, maar eigenlijk was het niet te harde.
Toen ook nog de orkestleden in staking gingen, de souffleurs weigerden in de coulissen op krukjes plaats te nemen en de supposten niet meer kwamen opdagen, is het theater uiteindelijk gesloten. Dankjewel.